welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Crusader Kings 3 met onze eigen Reginar, de derde of vierde inmiddels, denk ik. En ja, op zich gaat alles prima, maar het loopt niet helemaal lekker. We zijn Engeland weer kwijt. Het was van mijn zusje, maar die is getrouwd met een man en dat heeft een kind opgeleverd en die valt buiten onze familie. Dus dat is sowieso jammer. We zouden het op termijn misschien wel terug kunnen krijgen als we al die kinderen omleggen. Dat is op zich nog wel een interessant idee trouwens. Niet heel makkelijk worden. Intern proberen we de zaak weer een beetje op de rit te krijgen. Maar we hebben nog steeds te veel gebieden. Dat is een probleem. En daarnaast... onze familie is wat klein. En ook een beetje ontevreden. Dus daar moeten we ook iets mee. Ik wil om te beginnen de beste chancellor die we hebben. Dan wil ik de beste... Oh, daar ben je ook de beste van. Nou, wacht, kan ik die 21 erop zetten? Dan pak ik een iets... Nee, maar Marshall moet sowieso de beste zijn daar. Dat is ook een 23 eventueel. Dat is niet heel veel slechter. Het scheelt 4 puntjes. Nou, dan kan jij blijven. Dan zet ik jou daar neer. Ik vind het echt heel slecht. Zo, check. Control in Maastricht. Domestic affairs lijkt me wel handig. Wel, een beetje extra prestige. Nou, prestige heb ik zat trouwens. Integrate title. Dat kan ik natuurlijk ook nu doen. Utrecht binnen mijn 55 jaar. Wow. Dat duurt wel heel lang. Nee, ik ga dan maar over in binnenlandse... aangelegenheden. Texas, promote culture. Ja, dat zou ik daar kunnen doen. Levert niet heel veel op. Increase development in Brabant. Find secrets. Kijken of we met mijn broer nog wat meer foute dingen kunnen achterhalen. Manage domain stond al aan. Wat een goede vrouw. Ja, ik zou liefst een andere vrouw kunnen zoeken die mijn domain limit wat hoger maakt. Voor de pauze. My warriors will be ready to fight. A beneficiary. Een tante. Ik vind het prima. Prins Roelof's contract kan nog worden aangepast. Dan moet iedereen het... tyranniek als ik de belasting wat verhoog. Nou. Ja, dat lijkt me een hele goede om die dadelijk te starten zodra deze klaar is. Eerst even kijken of ik met mijn vrouw nog een beetje goede avances kan maken, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet hoe lang dit nog duurt. Oh, daar zullen we er hebben. As we are united in marriage, we are now united in heart. En dan kan ik met deze scheme starten. Modify contract. Kan zijn belasting nog iets verhogen? Ja, dan zien ze me alweer als tiran. Dat is niet de bedoeling. Hij is wel echt heel goed. Crusade for Jerusalem. Is begonnen. Question of loyalty. My wife, Queen Irene, is with child and I should be overjoyed. However, she has been acting strange and I cannot shake the feeling that something is wrong. It's hard to believe she would ever betray me like this, but it could be that I'm not the father. Look into it discreetly. 88% chance that lukt. She must tell me. I must be the father. Volgens mij stress, maar dit is 88% dat ik erachter kom, dus dan lijkt me dat goed. It seems that my fears have been unfounded. Despite every effort on the part of my spies, I have found no indication that Queen Irene has been unfaithful. Oh, she has found out. Dat is jammer. Unlock a new perk. Keep looking for my brother. Scar. Ja, ik weet het niet zo goed. Wat moet ik hier nou doen? Dit in ieder geval niet.
Clursies die me aardig vinden is natuurlijk altijd goed. Want ik kan waarschijnlijk weer de Pope dadelijk... Ik kan lawfully imprison him. Is a known criminal, resisted conversion. Without being viewed as a tyrant. Imprison. Yeah, it will not succeed. In dat geval start er een soort van burgeroorlog. Moet ik al zijn provincies pakken? Dat zie ik dan nog wel lukken. Maar wat dan? Hij is wel gewoon supergoed in wat hij doet. Dus ik wil eigenlijk niet van hem af. Hey, wat is hier aan de hand? Hostile army. Raise. Force. Kijk, dat kan ik natuurlijk ook doen. Vrij goedkope ridder. Forbid. Force. Forbid. Forbid. Force. Ja, het zijn allemaal slechte ridders, maar... Ja, ik kan gewoon meedoen. Mijn brother-in-law, chancellor en... Nee, ook niet. Mijn zoon mag ook niet meedoen. En de rest wel. Met name mijn broer. Sterker nog. Ik ben gewoon de leider van het leger maak. It's commanding another army. Blessed are the meek. I was shocked when I caught Beatrice trying to steal from the travel chest of the visiting Prince Reginar. Ja, dat kan je wel zeggen. We are all but small pieces of the world. Ze blijft humble. We have to cover up your wrongdoing. Oh nee, daar gaan we stress op leveren. Nee. Zo. Oh, kom ik net te laat? Nee, net op tijd. Oh, helemaal op tijd zelfs. Claim op Arnhem. Yes, please. Dit is Mecklenburg. Your glory is widely known. You have captured... ...from Chieftain Anders. Dat is sowieso mooi. Maar verder is er blijkbaar niet zoveel aan de hand. Geldern. Dat slaat nergens op. Daar maken we even Nijmegen van. Check. Kleef, Zutphen, Zwolle. Ja, helemaal goed. Nou, die overwinning staat. Dat je naar daar gaat. Ik weet het ook niet zeker. Maakt het niet heel veel uit. Die overwinning is in ieder geval een feit. Ja, er is een kruistocht aan de gang. Being raided. Dat is volgens mij nu wel een beetje afgerond. Waar je uit gaat komen, daar de zee op. Oké, nou, dan zijn we daar dus vanaf. Hey, is Vlaanderen onafhankelijk geworden? Nee, vazal in de Kingdom of West Francia, dus dat valt wel mee. Oké. Hebben we nog wat prisoners? Nou, dat dacht ik wel. Die kan er zo uit. Die levert geld op. Of niet? Nee, waardeloos. Kan allemaal gaan. En die... Oh, wauw. Die levert 100 op. Ransom. En de rest mass release. 441 cash. Dat is lekker. Dat leger trekt zich nog steeds terug. Victory. Ask my head of faith for money. 680. Dan zit hier meer dan genoeg geld om daar iets te bouwen. Juist. Wat mij betreft met name meer levies. Check. Dat kan ik in Luxemburg denk ik ook. Ik profiteer natuurlijk vooral mijn broer daarvan. Dat is misschien nu niet even niet handig. Oké, dat is een gebied. Dat is uiteraard Brabant. Friesland. Ik denk dat Leeuwarden daarvan de
Misschien ook niet. Small Harbor. Kijk, Frisia. The Duchy of Frisia. Dat zijn die, die en die. Dokkum is blijkbaar de belangrijkste stad. Oké. Levy size 20% omhoog. Extra monies. Ja, ik had ook gewoon bestaande gebieden nog wat verder verbeteren. Meer levies, meer cash. Betere muren, altijd goed. Die haal ik net niet. Nee, die haal ik net niet. Dat is jammer. My daughter. Ah, nog een meisje. Ik had liever jongens gehad. Maar goed. Judith, Beatrice, Sarah. Yes. Lawfully imprisoned Prince Edward. Ja, dat kan nog steeds. Keep looking. Disband. Your culture has discovered hereditary rule. Right, wat doet dat? Hereditary rule. Monthly prestige, plus 5%. Oké. Manorialism, dat lijkt me goed. Stamus Herzogtum. Komt wel misschien. Zo. Focus student. Meer learning voor mij. En wat extra experience. Ik zit nog steeds in die kruistocht. In hoeverre ga ik daaraan meedoen? Wow. Byzantijnse Rijk is echt aan een comeback bezig. Dat is mooi. Wat dat betreft kan ik eigenlijk wel gewoon meedoen aan die kruistocht. Want dan levert het misschien ook iets op. Commander. Is commanding another army. Nou, dan mag jij het gaan doen. Dit is het doel, blijkbaar. Dan gaan we daarheen. Dan ben ik benieuwd. Ja, ze hebben 43% daar. De game speed is even flink ophogen. Moet eens kijken wat we kunnen bijdragen. Tony Troubles. Ja. Lokale burgemeester in het water duw als entertainment. Levert me minder stress op. Nog veel minder stress. En 13. Good drink. Ik weet niet waar mijn leger blijft. Maar het is goed. Ze stonden weg. Ik zie hier wel een boot. Ja. Oeh. Mijn broertje heeft ook nog een lover. As I struggle to make out the tiny letters on the scroll before me, I feel a headache building once again. Why do scribes insist on writing such a small symbol? Yeah. Verlies stress en krijg geld. Door gewoon de scrolls te verkopen die ik niet kan lezen. Dat is ook een manier. Ik ben mijn leger kwijt. Oh, is dat blijkbaar gevangen? Niet eens meegekregen, maar fijn dat hij weer vrij is. Waar is mijn leger gebleven? Oh, ze komen net aan. Nou, perfect. Dat is de timer. Maar pak toch in ieder geval even de eerste grote slag mee, wat mij betreft. Komt hij aan? Oh, hij rent nog net weg. Dat is jammer. Nou, dan rennen we even achteraan. A keen eye. Beatrice seemed to enjoy our latest feast immensely. All of the things she could not stop talking about. Of all the things she could not stop talking about. The rich clothes and glittering gold she saw was there. She becomes greedy. Extra inkomsten. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Ja, lustful. Dat moet ik al helemaal niet hebben. Nee, prima. Beetje inhalig. Liever niet natuurlijk, maar ja, als het dan moet dan... Call to war! To the Serene King, Reginar of the Netherlands, I call upon you to honor our ally and join me in the war of Countess Sambogia's claim on the Duchy of Champagne. Dus interne oorlog in Frankrijk. Dat is prima.
Hoe zit het met deze kruistocht? Ja, er valt wel wat te claimen op zich. Split. Zo. En dan lijkt me dat een goed moment om even een einde te maken aan hier wat deze aflevering. Oh, nou, dat was een hele korte oorlog. Is al verloren blijkbaar. Oh, ik op de valreep van deze aflevering nog even een ode aan mijn vrouw die vrij gelovig is, weet ik. ...21% dat we een hele slechte brief schrijven en anders is je competent goed of fantastisch mooi. Laten we hopen voor fantastisch mooi. We zullen het nooit weten blijkbaar. Say it with words. My letter seems to have been poorly received. Let me have another look at it. Is it really that bad? Blijkbaar wel. Goed. Met die gedachte gaan we deze aflevering afronden. Ik zeg bedankt voor het kijken. Een aflevering waar we dus op kruistocht zijn gegaan in een... Nou, Arabisch Rijk wat behoorlijk klein is. Byzantijnen zijn echt aan een stevige opmars terug bezig. De Fransen proberen ondertussen ook hier in Spanje wat te groeien. Ja, hier is die, zijn de Engelsen een beetje... Ja, het gaat hier echt een beetje alle kanten op. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor mijn eigen rijk, waar ik intern nog wel wat dingetjes te regelen heb. Ik... Oh, dat moet ik misschien nog even doen. Ik kan nog wat wards zetten. Educate child. Dat kan ik natuurlijk zelf doen. En deze ook. Yes. Goed, dus heb ik nu... Twee wards en een lover. Ja, prima. Goed. Daarmee rond ik af. Ik zeg bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer als we teruggaan naar Arabië. Om daar de kruistocht te hervatten. In de hoop de paus nog een beetje blij te maken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.